2 jaar moet ik hem missen. Mijn lieve vader. Vandaag, 2 jaar geleden, is hij overleden. Veel te jong, 69 was hij nog maar. Het blijft echt een... Alles wat ik nou zou zeggen, dat klinkt zo cliché. En dat wil ik dan gewoon niet. Dus misschien kan ik gewoon het beste mijn mond houden en jullie even mijn vader laten zien. Hij was lief, zorgzaam, fantastische muzikant. En mijn lieve papa, Rijn van den Broek. En ik mis hem elke dag. Proost, ja. Op die ouwe. Onze papa. Hey, ben je jarig? Echt? Ja. Oh. Dus dat moet op film. Dat moet op film, maar wat zeg je altijd tegen mij? En nu even niet, omdat ik mijn camera heb. Dankjewel, gefeliciteerd. Thank you. Mwah. 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 En dan moet je ook nog werken. Ja. Ja, maar wel met de leukste collega's ter wereld natuurlijk. In de studio in Loosdrecht ben ik samen met Patrick Drabe, of het zit mijn haar weer lekker, ben ik samen met Patrick Drabe een nummer aan het schrijven. En dat heeft alles te maken met het boek wat een vriendin van mij heeft geschreven. Het heet De Glossy Boerin. Nou, echt een gek boek, ik heb het al gelezen. En ze vroeg of ik daar een liedje bij wilde schrijven. Nou, dat wil ik natuurlijk wel. We zijn nou, denk ik, anderhalf uur verder. En we hebben echt al een heel leuk liedje, dus we gaan het zo even opnemen. Hij zit al klaar, volgens mij wacht hij op mij. Nou, daar gaan we. Volgens mij heet het liedje, tenminste laten we het werktitel Here's Me, The Original. Zullen we het zo noemen? Oké. Okay. Here's me, the original. Kijk, hij drijft steeds naar boven. Waarom doe je dat? Zielig, hè? Gek, hè? En als je hem zo ziet, is hij nog wel actief, maar soms dan... Oh, daar gaat hij weer. Soms dan gaat hij helemaal stil liggen. Oh, dier. Nou, als dat maar goed gaat.